Erik, de première van de tweede buurtpolitiefilm, hoe was het nu voor jou? Nog erger, waanzinniger als de vorige keer. Massa volk, dit had ik nooit verwacht. Ik had gedacht van ja, ongeveer hetzelfde als vorig jaar. We mogen dat zeggen, nog altijd veel succes. Maar dit overstijgt al de verwachtingen. Wat is jouw rol in deze film? Zoals altijd, de onthaalbediende die de mensen verder naar binnen leidt wanneer dat ze problemen hebben. En ook de rustige, iets oudere politieagent die het allemaal al weet en het rustige aanpakt als het jonge geweld dat in het kantoor rondloopt. De agent met verstand hoor ik jou denken. Ik denk dat ik en de commissaris, als we dat verstand samenleggen, dat er overeenkomt met... Nee, zo verkopen ze ons ook. Je hebt de spieren, je hebt de lachers en je hebt het verstand. Ja, dat zijn dan toevallig de oudste. Hè. Ik dacht dat jij bij alle drie zou horen. Spieren ook. Zeg Erik, wat doe jij buiten de buurtpolitie nog in het leven? Eigenlijk ben ik graficus van opleiding. Ik maak tekenfilms. Ik heb heel mijn leven tekenfilms gemaakt. Nog trouwens. En ik heb sinds 10 jaar een straatjatergezelschap waarmee wij Vlaanderen, Europa en de wereld mee rondtoeren. Mag eens reclame maken. Welk gezelschap? Pix Palace. En we hebben verschillende voorstellingen. En wij spelen op alle bekende straatjaterfestivals waar je maar kan bedenken. Drukke bezigheden dus? In de zomer is dat heel druk. Dan ligt de buurtpolitie ook een beetje stil. Dus dat valt allemaal mee. Dus het komt allemaal goed uit. Zeg, de buurtpolitie, wat zou jij er nog graag mee doen? Ik zou zelfs nog een stapje verder durven gaan qua humor en absurditeit. Ja, een kleintje zo. Ik denk dat we zo op een niveau zitten van oké, we hebben een bepaald humorniveau. En met een ander natuurlijk nog een stapje verder zou het wel... So the sky is the limit.